Traditioneel gezag geeft mandaat om conceptwet te finaliseren. Het traditioneel gezag TG van inheemse en tribale volken in Suriname heeft mandaat gegeven aan het managementteam Grondenrechten MT om de conceptwet te finaliseren. De vertegenwoordigers van de stammen van beide groepen hebben tijdens een driedaagse conferentie van 23 tot en met 25 september te Marshallkreek, Brokopondo, kritische kanttekeningen geplaatst bij het ontwerp. Ze hebben het MT gevraagd om die kanttekeningen mee te nemen in de finale versie die eind deze maand zal worden overhandigd aan minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.